Hobbyclub De Doewat op het jeugdcentrum De Notelaar in Pijnakker vierde zaterdag haar 45-jarig bestaan. Dat werd gevierd met een leuke spelletjesmiddag die werd geopend met het hijsen van de vlag. Noelle, hijs hem maar al. Kijk eens. We hebben de T, we hebben de O, we hebben de E, we hebben de B, we hebben de A. Een hobbyclub die het met veel enthousiaste vrijwilligers al 45 jaar uithoudt. Dat is een hele tijd. Dat is een hele tijd. We hebben al heel veel ups en downs meegemaakt. Maar op het ogenblik loopt het goed. Kinderen zijn enthousiast. Omgeving werkt mee. En vandaag nog met dit weer. Dit moet een succes worden vandaag. Een hobbyclub die al 45 jaar bestaat. Dat betekent dat er hele generaties mee zijn opgegroeid. Dat klopt. We hebben hier mensen lopen, zelfs in het bestuur zitten, die als stagiair hier begonnen zijn en nu nog steeds enthousiast bezig zijn. Dus we hebben inderdaad een generatie bedekt. En gelukkig ontdekken heel veel mensen dat het goed is voor die kinderen om buiten bezig te zijn en niet de hele dag achter de tablet of de computer te zitten. Maar gewoon lekker buiten spelen, knutselen met je handen, vaardigheden opdoen. Gelukkig hebben ze dat nog steeds in de gaten, dat het goed voor de kinderen is. Dit is de beste plek in Pijnakker die je bedenken kunt met ruimte voor de spelletjes binnen en buiten. Mooie plekjes in. Een P. Het zou ook ja. Daar hangt nog wat. Het kan even ook de deksel zijn. Ik heb geen idee wat. Daar is ook wat. Denken jullie? Kijk, dat schiet er niet zo op als je een flinke ruk geeft.